Ik woon hier op de Grote Markt en ik hoor de klokken luiden. Dus dat betekent dat ik van start kan gaan. Welkom allemaal bij de allereerste Herenboeren Winterschool. Fijn dat jullie vanavond de tijd hebben genomen om af te stemmen op het verhaal van Emiel. We hebben vanuit Nijmegen de Winterschool in het leven geroepen om aspirant leden en geïnteresseerden in Herenboeren Nijmegen om die te blijven betrekken. Want het duurt namelijk even voordat de boerderij er is. Maar tot die tijd willen we gewoon de mensen nog kunnen verbinden en in contact blijven staan met elkaar. Maar ook de kennis kunnen delen en inspiratie meegeven over allerlei aspecten die ons interesseren. En die verband hebben met de natuurinclusieve landbouw. Dus vandaar dat we deze avonden organiseren. Dit is dan de vierde donderdag van de maand, maar normaal doen we het op de derde donderdag van de maand. Even kijken om het meteen te presenteren hierbij de opening van de eerste Nijmeegse Winterschool. Even kijken, ik wil zo meteen, voordat we echt naar het verhaal gaan van Emiel, vind ik het goed om een paar puntjes te benoemen. Ik wil zo meteen starten met enkele technische punten, omdat de digitalisering soms wel eens voor uitdaging kan zorgen. Daarna wil ik een hele korte update geven over Herenboeren Nijmegen, maar ook over de stand van zaken. Het gaat vanavond uiteraard om het verhaal van Emiel, maar ik kan me ook voorstellen dat sommigen wel geïnteresseerd zijn in hoe nu de stand van zaken is. Daarna het woord aan Emiel, onze spreker van vanavond, Emiel Hagelen. Hij zal jullie meenemen in het verhaal over gezonde bodem, waarbij natuur en landbouw natuurlijk een belangrijke centrale rol spelen. Afsluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan Emiel. Heb je vragen over herenboeren specifiek, dan verwijs ik je door naar de website, omdat vanavond echt het verhaal gaat over Emiel, zeg maar. Er staan veel gestelde vragen op de website. Mocht die vraag of het antwoord daar niet tussen zitten, dan kun je altijd even contact met ons opnemen. Dat kan via de mail, via de website ook. Of via social, we zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. Eens even kijken. Ja, technische punten. Daar wil ik vanavond mee beginnen. Aangezien het de eerste editie is, vind ik het namelijk goed om vier dingetjes door te nemen. Ten eerste wil ik iedereen vragen om... Volgens mij staat bijna iedereen wel op zwart en heeft hij het geluid gemute. Als dat nog niet het geval is, dan wil ik jullie vragen om dat te doen. Omdat dan de focus wel op de presentatie blijft. Je kunt dat doen in Zoom links onderin. Ten tweede, het kan fijn zijn voor jezelf, kun je de speaker view aanpassen. Daarmee zie je de spreker beter, waardoor de focus meer op de presentatie komt te liggen. En dan zie je niet mensen bewegen op de achtergrond, of je ziet mensen niet in slaap vallen of in de neus peuteren. Dat kan, even kijken, hier zo. Zoals ik al zei, is er na het verhaal van Emiel voldoende tijd om vragen te stellen. Dat wil ik dan coördineren via de chat. De chat zit hier zo. Even kijken. Ja, heb je een vraag aan Emiel, stel die dan via de chat. Ik krijg die vragen binnen. Ik wil je daarna vragen om je beeld en geluid aan te zetten, zodat je de vraag zelf kunt stellen. Dus waarschijnlijk krijg je heel veel vragen binnen en dan zal ik je naam noemen, waarop ik je wil vragen om je beeld en geluid aan te zetten. Dan kun je zelf je vragen aan Emiel stellen, zoals op persoon. Emiel gaf net al aan bij het praatje hiervoor dat je het ook leuk vindt om tijdens de presentatie al vragen te stellen. Dus mocht je al een vraag hebben over het onderwerp, dan meteen. Ja, stel je vraag dan gewoon, dan zorg ik dat je meteen je vraag kunt stellen. Mocht je er problemen mee hebben dat je in beeld komt, zet het er dan even bij, want de webinar wordt al opgenomen. Zo kunnen we het delen met de mensen die er vandaag niet bij konden zijn. Dus zet het er even bij in de chat naar mij toe, dan weet ik dat ik daar rekening mee kan houden. Korte update dan. Over de stand van zaken rondom Herenboeren Nijmegen. Voor degenen die nog niet bekend zijn met het concept. Eerst even in een paar zinnen een korte uitleg. Herenboeren Nijmegen is een coöperatie waarbij 200 huishoudens, oftewel de leden eigenlijk, zich kunnen aansluiten.
Met elkaar starten we dan een gemengd boerenbedrijf, waarbij we als leden een boer of boerin in dienst nemen, die dan het land bewerkt en de dieren verzorgt. De leden en de boer bepalen met elkaar dan wat er wordt geproduceerd. Dat is eigenlijk in een hele korte samenvatting wat wij met herenboeren ambiëren. Misschien is het wel leuk om te laten zien waar we dan nu staan. We zijn ongeveer iets meer dan een jaar geleden begonnen en we hebben al verschillende stappen doorlopen. Even kijken. Ja, we zijn met de kartrekkers begonnen, een kleine groep. Uiteindelijk is die olievlek gaan verspreiden, zeg maar. En op dit moment zitten we bij het moment waarop intentieverklaringen kunnen worden getekend. Daarmee kun je aangeven dat mensen lid willen worden. Omdat er nog geen grond is, spreken we dus van een intentieverklaring. Zodra er grond is, kunnen we ook concreter worden en dan kun je echt lid worden. Nou, de stand van zaken is dat we op dit moment al 125 mensen aspirant leden hebben in ons midden. De volgende stap daarbij is ook het vinden van de grond. Dat is ook best een delicaat proces, daar gaat heel veel tijd overheen. Maar bij ons zijn Arianne en Rob zijn daarmee bezig. Die zijn al maanden, zo niet een half jaar bezig om echt al heel veel gesprekken met gemeenten en met boeren, mensen in de regio hier het gesprek aan te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zodra daar iets meer nieuws over is, dan laten we het jullie sowieso weten. Nou, dan nu over naar waar jullie ook echt voor komen. De eerste editie met als bijzondere spreker Emiel Hagen. Je ziet hier al een klein overzicht van wat hij doet momenteel. Hij is adviseur en consultant bij Aardvriendelijk Landgebruik. Hij is ook als vrijwilliger betrokken bij St. Taurus. En secretaris bij ecologische landbouwprojecten in Ghana. En misschien wel leuk om te vertellen is dat Emiel ook aspirant lid is van Herenboeren Nijmegen. En dat hij eigenlijk al 3 jaar geleden is gestart met het zoeken naar een soortgelijk project. Dus misschien is hij wel de grondlegger. En daarom voelen wij ons vereerd dat hij vandaag als eerste het praatje van de winterschool mag verzorgen. Om dat te bewerkstelligen moet ik even mijn scherm niet meer delen en wil ik het podium geven aan Emiel. Ik wens jullie in ieder geval heel veel kijk- en luisterplezier. En nogmaals, mochten er vragen zijn, stel ze dan in de chat. Emiel, als het lukt, mag je je scherm delen. Ja. Ah, kijk. Blijf vast aan. Ja. Ik zet mijn video uit, dan weet je niet, ik ben er nog wel, maar dan zie je mij in ieder geval niet. En ik hoop dat het nu te zien is. Even kijken. Is nu de... Nog niet. Dan is er iets, dan gaat het. Daar straks ging het allemaal prima, dat heb je altijd. Ja, even kijken hoor. Even kijken of ik wel de share screen gedaan heb. Of deel ik mijn scherm nog? Nee, ja, kijk, dit is hem. Ja. Nu ben ik er. Ja, we zijn er. Ja, dat is heel raar als je tegen een scherm aankijkt waarvan je niet weet of andere mensen het kunnen zien of horen. Dat is wel. Maar goed, ik ga er vanuit zonder. Prima. Ah, mooi, fijn, dankjewel. Zonder tegenbericht. Nou, Piet, dank voor al die mooie woorden al. Voordat ik ook maar iets gedaan heb, krijg ik al het schaamrood op mijn hoofd. Alsof ik iets groots gedaan had hier van tevoren. Ik ben hartstikke blij dat ik iets mag vertellen over, niet zozeer over dit initiatief als wel over de bodem. Het klopt inderdaad wat Piet zegt, dat ik al een aantal jaren geleden, ik heb bij de overheid gewerkt, langdurig, en dat ik al bezig geweest ben van, goh, zijn er nou in Gelderland niet meer initiatieven? Want wij werden bekend met Bokstel en de Herenboeren. En ik heb lang gezocht in Gelderland over wat initiatieven. En het enige initiatief toen was nog in Ede. En die zijn nog niet heel veel verder, want die lopen ook heel erg tegen het probleem van het verkrijgen van grond aan. Maar dat niet getreurd, hartstikke mooi dat ik hier mag iets mag vertellen. Wat over mezelf, dit lijkt me helder wat ik op het ogenblik aan het doen ben. En rest me nog erbij te zeggen dat ik ook nog redacteur van het tijdschrift Bodem ben. Dus als mensen geïnteresseerd zijn over
een tijdschrift voor wonenprofessionals. Dat is ook nog iets waar ik me mee bezig hou. Dan wil ik even aangeven waar we, wat we de onderwerpen die zouden nou moeten... Oh ja, dan krijgen we dit. Dan moet ik naar de volgende gaan. Ja, kijk. Met de onderwerpen die ik wil bespreken, even over de bodem. Wat zijn de functies van de bodem? Dan wil ik het hebben over bodem en natuur. En dan kom ik natuurlijk, het kan niet anders, op de stikstofproblematiek. Daarna over bodem en landbouw. Dat is ook een beetje jammer, dan kom je meteen op het woord bedreigingen. Ik wil het daarna toch even hebben over gezonde bodem en over hoe we dat dan mogelijk kunnen behouden en verbeteren. En daarna heb ik nog wat suggesties voor onszelf. En zoals gezegd, praat gerust, vraag gerust tussendoor als er dingen niet duidelijk zijn of je bent het ergens helemaal niet mee eens. De bodemfuncties. Nou, het belangrijkste van de bodemfunctie, die staan hier. Het gaat over voedselproductie. Je kan er gewas van afhalen. Je haalt er dus kwaliteit van af. Je kan er inkomen van afhalen. Het is ontzettend belangrijk voor het water. Want bijna alle stoffen die komen via de bodem, komen die in het water terecht. Dus het is heel belangrijk wat in de bodem in relatie tot het water. En heel belangrijk is het waterbergend vermogen van de bodem. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Uiteraard de zaak is, die bodem heeft ook een belangrijke functie bij klimaat, bij CO2-binding. En met CO2 vrijkomen en dergelijke. En met de broeikasemissies die er in het algemeen zijn. En last but zeker not least over de biodiversiteit. En de bodemdiversiteit is in ieder geval iets waar ik me wat meer mee bezig wil houden. Maar toch wil ik jullie even meenemen in de drie deelgebieden die ik wil benoemen van de bodem. En het eerste is het fysische deel. Dat is het blauwe. Dat zijn de fysische eigenschappen van de bodem. En dat gaat dus over de bodemstructuur. Hoe de beluchting is, hoe luchtig de bodem is, of er makkelijk watertransport doorheen kan, of de wateropslag, waterbergend vermogen, of het erosiebestendig is, en wat ook heel belangrijk is, of plantenwortels er gemakkelijk doorheen kunnen, en of ze dus dat je de bodem in kan. En uiteraard de zaak is die bodem belangrijk voor de structuur, is ook erg belangrijk voor de bodemorganismen, of die zich daar goed in thuis voelen. Dat is het fysische deel. Verder heb je het chemische deel. Nou, dat is voor heel veel mensen is dat wel al wel bekend. In de bodem, daar is opslag, omzetting en afgifte van nutriënten. Die nutriënten zijn heel erg belangrijk voor alles wat er opgroeit. Planten halen dat allemaal uit de bodem. Het is dus heel belangrijk welke chemische eigenschappen die bodem heeft. Over verontreiniging wil ik het helemaal niet hebben. Maar dat is natuurlijk ook nog erg belangrijk. En de opslag van energie is ook van belang in die bodem. En belangrijk voor de planten is om te weten dat die ongeveer 14 elementen nodig hebben. De belangrijkste die iedereen wel kent, dat is de NPK, de stikstof en de fosfaat en de, of fosfor moet ik zeggen, en de kalium. Dat zijn belangrijke meststoffen die veel gebruikt worden, maar er zijn nog veel andere elementen en sommige micronutriënten die ook van belang zijn. Of die wel of niet in die bodem aanwezig zijn. En die maken allemaal uit of wat de kwaliteit van de bodem is. Het derde onderdeel, dat gaat dan over de biologische eigenschappen. Ik moet zeggen, een nogal ondergeschoven kindje in heel veel documenten, in beleidsdocumenten. Heel veel wordt er gesproken over het bodemleven, maar eigenlijk wordt er heel weinig mee gedaan en wordt er ook weinig aandacht aan besteed. Men praat er wel over, maar de aandacht besteden is een ander ding. Nou, wat doen die bodembiodiversiteit, wat doet die allemaal? Nou, die zorgen voor opslag en afbraak van organische stof. Alles wat er aan bladeren, aan spul, aan organische stof erop valt, zorgen zij voor dat straks weer toegankelijk wordt, dat de nutriënten vrijgemaakt worden voor andere organismen. Ze zoeken voor, dus die nutriënten, die maken ze vrij, dat is heel belangrijk. Er is ook communicatie tussen plantenwortels en die micro-organismen, dat gebeurt een term via exudaat, is heel erg interessant onderzoek wat ze in Wageningen doen daarover. Wat ook heel belangrijk is, die bodembiologie, is ook, die doen zeer grote, belangrijke zaken met het onderdrukken van ziekte. En het is dus heel van groot belang als je praat over de biologische eigenschappen, dat zo'n bodem een mooie, rijke gemeenschap heeft van micro-organismen.
daarop voort bordurend. Nou, dit is misschien wel voor meerdere mensen een bekend plaatje. Een handje grond, dat kleine handje grond, dat bevat meer dan 5000 soorten. Er zitten heel veel bacteriën in. Voornamelijk zijn het bacteriën en schimmels. En er zitten, nou, schimmels, nematoden, van alles zit erin. En dat hebben we allemaal niet in de gaten, gelukkig. Want dan zou je bijna misschien angstig worden van al die enge beesten die onder onze voeten rondlopen. Hier heb ik een beetje een plaatje met wat voorbeelden. Nou, ze zijn van klein naar iets groter. De meest rechtsonder, dat is de mol. Die zit wel aan het einde van de voedselketen in de bodem. Ik wil er eentje uitlichten. En dat zijn, nou, of kijk even, dat gaat over springstaarten, mijten, miljoenpoten, duizendpoten. Nou, regenwormen zijn ook uitermate belangrijk. Regenwormen zijn er ook in verschillende maten, in verschillende species, moet ik zeggen, soorten. Je hebt hele belangrijke die horizontaal verplaatsen en gangen maken. En dan heb je soorten die verticale gangen maken. Ze zijn dus heel belangrijk, regenwormen, voor het doorluchten van de bodem en dus de doorlaatbaarheid van de bodem te vergroten. Een handje bodem waar van deze wormen in zitten, is regenwormen in zitten, is altijd heel mooi om te zien. Dus kijk er vooral naar als je in de bodem kijkt. Eén ding wil ik er even uithalen, dat zijn die nematoden. Een ander woord voor nematode is aaltje. Nou, en bij aaltjes is over het algemeen, zijn er veel mensen die erop aanslaan, want aaltjes, oh, dat is, die moet je niet in de bodem hebben. Er zijn inderdaad aaltjes die niet goed voor het gewas zijn. Er is bijvoorbeeld de aardappelmoeheid, is een bekend verschijnsel, dat wordt door een nematode veroorzaakt. Maar die witte wormpjes, die zijn ontzettend belangrijk. Ze hebben namelijk, ze eten heel veel andere aaltjes, ze eten schimmels, ze eten bacteriën en ze worden zelf ook heel veel gegeten. Dus ze hebben een enorm belangrijke rol, spelen ze in die bodem. En ze zijn dus echt onmisbaar. En het interessante is van die, er zijn aaltjes die ze op Antarctica gevonden hebben, op hele koude plekken. En die kunnen dus jarenlang bevriezing kunnen ze ondergaan en die kunnen dan vervolgens, als ze in goede omstandigheden gebracht worden, kunnen ze dus weer verder leven. Dat is wel heel bijzonder, want die hebben dus een enorme overlevingskans. Maar het is dus heel belangrijk en die nematoden, die worden heel vaak bestreden. Dat is echt een ding wat voor veel boeren een groot probleem is. Maar nogmaals, er zijn echt veel aaltjes en nematoden dus die heel belangrijk zijn en die heel goed werk doen voor de bodem. Dus die zijn absoluut onmisbaar. Als je dan even verder kijkt, ik heb ze hier op drie niveaus, of eigenlijk op vier niveaus. Nou, zo klein dat je ze helemaal niet kan zien. Dat zijn die bacteriën en die schimmels. En daar heb je de mesofauna. Dat zijn toch een paar, zo'n springstaart en dergelijke. Die kun je echt wel zien. Moet je wel goed kijken, maar die kun je vinden in de bodem. En verder heb je beestjes die groter dan 2 mm zijn. En die kun je, als je de bodem omkeert, zie je die inderdaad, zie je die voorbij komen, dus dat is, die kun je zelf ook in je bodem, in je achtertuin vinden. En hopelijk straks ook op de plek waar straks geboord gaat worden. Nou, de functie, nog even samenvattend. De functie van het bodemleven is dus afbraak, de doorlaatbaarheid verbeteren. Wat ook heel erg wezenlijk is, fixatie van stikstof. Want daar helpen ze ook mee. Vrijmaken van nutriënten. Die plantenwortels kunnen anders nutriënten niet opnemen. Daar hebben ze echt micro-organismen voor nodig. Wat ik zei, ziektezweren. En wat ook heel belangrijk is, dat staat dus onderaan, maar ze zijn ook voedsel voor bovengrondse fauna. Ik bedoel, alle insecten en dergelijke die boven de grond komen, daar hebben onze weidevogels en dergelijke hebben daar veel plezier van. Dus ook dat is een belangrijk onderdeel, dat ze een belangrijke rol spelen. Nou, als je dan verder kijkt naar de bodem en natuur. Nou, het is, ik weet niet of ik daar heel veel over moet zeggen, maar nou, het is in ieder geval heel erg bekend dat er vanwege een aantal zaken die er plaatsgevonden hebben, bijvoorbeeld de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die er voorheen gebruikt werd, maar er worden nog steeds veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Wel veel minder, maar het is nog steeds een hele hoop. Er wordt veel gespoten. Nou, die dingen die hebben geen goede invloed op de natuur. Het is bekend dat de neonicotinoïden, dat die de bijensterfte veroorzaken. Daar is ook weer discussie over, maar er zijn heel veel zaken die
uiteindelijk wel duidelijk worden na onderzoek dat ze vooral residuen van die bestrijdingsmiddelen, die vinden ze op een gegeven moment ook in natuurgebieden. En sommige van die stoffen die zijn wel onder de norm, maar als je die optelt, als je die bij elkaar brengt, de cumulatie van dit soort residuen, kan het best zijn dat het grote invloed heeft. Wat verder belangrijk is, is door vermesting en verzuring krijg je voedselrijk water. De Haagse Venne is een mooi voorbeeld daarvan, die de meeste mensen misschien hier in de buurt wel kennen. Dat zijn echt arm water, er komt speciale flora en fauna in voor. Dus dat mag niet voedselrijk worden. Daarom zijn in de jaren dat ik in Nijmegen studeerde, zijn we actief geweest om de vogels, die meeuwen daar te verjagen, om te zorgen voor dat het water voedselrijk wordt. Maar je kunt je ook voorstellen dat voedsel en door mest en dergelijke en door het oppervlakte water komt dat natuurlijk ook binnen. Dat is een belangrijk probleem in de, dus te veel nutriënten. En dat is dan vooral, gaat het over meststof als stikstof en fosfor. Bekend het plaatje aan de linkerzijde is dat, nou, een landbouwgebied, daar stroomt dus heel veel, daar is veel stikstof wordt er opgegooid en fosfor. En daar hebben de brandnetels heel veel plezier van. Dat betekent dus dat die overwoekeren een aantal andere planten die hier zouden willen groeien. En zo krijg je dus monocultures van stoffen, van planten die heel graag met veel stikstof om kunnen gaan. Het is bekend dat bijvoorbeeld natuurgebieden waar heide was, dat die door depositie van stikstof wordt dat nu vooral komt het pijpenstrootje, die verdrinkt dus eigenlijk die heide. Dus zo is het dat je kostbare natuur komt onder druk te staan van de gevolgen van in dit geval dan depositie van stikstof. Nou, daar wil ik wel iets over zeggen, want over het probleem van die stikstof. Want in de media, het gaat de laatste tijd heel erg veel over stikstof. Ik wil er toch even iets over vertellen, want het is heel belangrijk te weten dat er twee verschillende, even in grote lijnen, twee verschillende soorten stikstof, namelijk ammoniak en de NOx. De ammoniak is echt afkomstig van landbouw. Dat zijn echt van de koeien, de varkens uit de stallen en dergelijke. Dat is NH3, dat is ammoniak. En ammoniak is van belang bij de uitstoot en bij de depositie in natuurgebieden. Dat heeft grote invloed op die natuurgebieden. Het andere is NOx. Dat is dus een stof die vrijkomt bij het verbranden van motoren, van diesel of van benzine. Daar is de binnenvaart, daar is het vliegverkeer is daar verantwoordelijk voor. Maar dat kent een andere route, het kent ook een andere impact. En dat is wezenlijk anders. De invloed op natuurgebieden is beduidend diffuser. En die is dus echt heel anders. In dat kader is het van belang om in de volgende dia heb ik geloof ik. De Nederlandse veehouderij is een grote verspreider van ammoniak, zoals ik al zei, is de belangrijkste bijdrage. Nou, als je ziet wat de Nederlandse veestapel, ik geloof dat dit van 2019 was, en dat is ook een schatting die iedere week weer anders is, maar ongeveer 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en 4 miljoen runderen. Dus de grootste deel van de totale stikstofemissie is van de landbouw. Gisteren stond er toevallig, en of niet toevallig, gisteren stond er in Trouw een verhaaltje over de 25 grootste vervuilers. Dat zijn een paar grote bedrijven, er zijn een paar in Gelderland. Bijvoorbeeld een kalkoenbedrijf wat heel veel uitstoot, dat wil zeggen. En daar komt dus weer de discussie. In de discussie gaat het over dat bedrijf heeft een vergunning om een bepaalde hoeveelheid uit te stoten. Dat is uitstoot. Dat wil niet zeggen dat al die stikstof en al die ammoniak die eruit gestoten wordt, dat die neerdaalt. Dus dat de depositie in dat natuurgebied dat het daar terecht komt. En wat ze nu gedaan hebben, is dat ze in dat bericht in Trouw, hebben ze een beetje, dat hoort natuurlijk bij framing, zeggen ze van nou, wat die grote bedrijven uitstoten, die 25 bedrijven uitstoten, dat is ongeveer hetzelfde als de winst die ze hebben gehaald, die ze zouden kunnen halen van terugbrengen van de 120 kilometer naar 100 kilometer. Maar dat is een vergelijking die deels mank gaat, want nogmaals, het ene is de uitstoot, de vergunde uitstoot van zo'n bedrijf. Dat wil helemaal niet zeggen dat al die
hoeveel zijn. Ik geloof dat er 20.000 kalkoenen zaten die bij zo'n bedrijf. Ik wil niet zeggen dat ze er altijd zitten, dus, maar ze mogen in principe mogen ze dat uitstoten. Maar dat is heel wat anders wat er dan in dat natuurgebied zal neerdalen. En met het berekenen van die gevolgen van de NOx hebben ze dus gekeken naar wat dat op dat natuurgebied aan impact heeft. Dus ze hebben een beetje appels en peren met elkaar vergelijken. Maar goed, het is voor de discussie die toch steeds verder polariseert, is het misschien, is het wel weer, het rakelt wel weer iets op dat het dus van alles aan de hand is. En dat ondanks, nogmaals, ondanks alle inzet ook van veehouderijen die luchtwassers kopen, emissiearme stallen, er wordt van alles aan geïnvesteerd en dan blijkt dat, nou, die emissiearme stallen, dat blijkt ook nogal tegen te vallen als je daaraan gaat meten. En de luchtwassers, er is een aantal jaren geleden, weet ik nog, dat er in Brabant een onderzoekje gedaan is en daar bleek dat een belangrijk deel van de luchtwassers om reden van energiebesparing niet aanstond. Dus dat betekent dat dat de lucht niet gewassen werd. Nou, dat heeft dus weer iets te maken met prioriteiten, met kosten en dergelijke. Maar in ieder geval... Mag ik heel even onderbreken? Er zijn twee vragen binnengekomen. Ja. Eentje die stel ik later op de avond. Die is van Barbara. Andere vraag ging nog over de eutrofiering. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, van water. Ja. Dat stuk heeft Lian gemist. Zou je dat nog eens kunnen herhalen? Dat is heel simpel. Als je, er zijn bijvoorbeeld de Haartse vennen. Dat zijn, is water waar heel weinig, nutriënten in zit. Daar zit weinig voedsel in. Als je daar dus vanuit de veehouderij of vanuit de landbouw, wat er verder omheen plaatsvindt, als daar dus water instroomt met voedsel, met nutriënten, met meststoffen, dan wordt het voedsel rijker. Dan gaat het eerst, gaan de algen groeien en uiteindelijk gaan dan, dat is ook op een gegeven moment wel te zien geweest in de Haartse vennen, dan groeit zo'n ven dicht. Dan komen er, dus dan gaan planten veel harder groeien. En dat is, als je die Haartse vennen open wil houden, is het dus van belang om die vennetjes voedselarm te houden. Okay. Is dat een beetje duidelijk? Ja, ja, mocht het niet duidelijk zijn, dan zal ik... Oh, wacht. Ja, dank, zegt ze. Dus okay. Helemaal helder. Ja. De vraag van Barbara, die stel ik aan het laatst. Dus die wil ze zelf stellen, maar daar komen we zo meteen op terug. Is goed. Oké. Okay. Nou, dus even over die de bodem en natuur. Die veehouderij, dan komen we toch alweer snel bij landbouw terecht. Die veehouderij heeft dus grote impact op de natuur. En dan eventjes een overzicht van wat zijn nou de belangrijkste effecten. Heb ik nu alles gehad? Ja. De bodem en landbouw, wat zijn nou bedreigingen? Organisch stofgehalte, dat daalt. Daar is ook nogmaals, als met zoveel dingen, heel veel discussie over. Organische stof die daalt in de Flevopolder is helemaal geen probleem, want het organisch stof is daar zo hoog dat er helemaal geen probleem is. Maar als je organisch stof gehalte in de Achterhoek daalt, heb je steeds minder kans op een fatsoenlijke teeltmogelijkheden. Dus dat is ook niet iets wat voor heel Nederland geldt, maar het is in ieder geval iets wat, als je er veel, dat snapt iedereen, als je er veel afhaalt, dan gaat er dus iets weg. Er is geen kringloop, dus dat is dus niet eindig, laat ik het zo maar zeggen. Wat een belangrijk ding is, en daar wil ik een paar voorbeelden van geven van in plaatjes. Dat is bodemverdichting. Nou, bodemverdichting, dat is dus iets wat, dat merk je dus als planten slechter hun wortels kwijt kunnen. Hè, dus de beworteling is niet goed. De waterinfiltratie gaat niet best. Je ziet plaatjes, soms staat er dus water op, omdat het water niet weg kan zakken. Soms zakt het juist heel snel weg. Het is heel erg droogtegevoelig. En dat zijn allemaal dingen die door die bodemverdichting, is een groot probleem in Nederland. En nou ja, waar heeft dat vooral mee te maken? Niet alleen met de basisstructuur van de bodem, maar heeft ook vooral te maken met het bereiden of ploegen van hele grote, zware machines. En wat ook heel belangrijk is, terwijl het niet kan omdat er water is, omdat het een natte toestand is. Het is nu zo dat loonwerkers altijd op hetzelfde moment door alle boeren gevraagd worden om te komen rijden. En dat kan dus niet. Dus dat betekent dat ze heel vaak met nattigheid het land op gaan. En dat is echt een desastreuze gevolgen voor de bodem.
Nou, dat zie je dus, de twee verschillen. En niet zo heel lang geleden hebben we nog een bekend nat Nederland gehad. Dat er zoveel water viel dat het ook niet meer kon wegzakken. Dat de aardappels niet meer gerooid konden worden en dergelijke. Nou, dat is het probleem aan de ene kant. Dan hebben we wateroverlast. Dan hebben we in Nederland, zijn we ontzettend goed geworden om wateroverlast aan te pakken. En het water zo snel mogelijk af te voeren. Dat moeten we nu ook weer berouwen, want in de droge tijd, in de zomers, de afgelopen 2 of 3 zomers zijn zo droog geweest dat er hele grote delen van Nederland niet meer gebruikt konden worden als landbouwgebied. En niet alleen als landbouwgebied, er heeft ook heel veel natuur last gehad van droogte. Nou, wat verder, dus heb je nog slechte bodemstructuur, dus dat kan dus door droogte en dergelijke, maar dan krijg je korst- en scheurvorming. Nou, dat kent ook wel iedereen. Als je een kleigrond hebt die heel lang droog geworden is, die heel erg droog geworden is, krijg je zo van die scheuren erin. Nou, dat betekent dat het water er niet meer in kan. Nou, dus moeilijk te ontkiemen plantjes. De erosie, zeker ook op die droge plekken, als het waait, waait er dus heel veel bovenlagen waait weg. Dat is op andere plaatsen in de wereld nog een veel groter probleem. Dat enigszins vruchtbare bovenlaag met harde wind en door alle droogte wegwaait. Ook een probleem. En dit alles heeft meteen ook een gevolg voor de biologische activiteit. Nou, hoe komt dat nu? Wat zijn er bijvoorbeeld dingen hoe dat komt? Is door intensief ploegen. Dat is toch een beetje de traditie om heel veel te ploegen. Dat komt soms door de lage organische stof. Heeft ook te maken met het dat land nu dan heel erg lang braak ligt. Iets wat eigenlijk tegennatuurlijk is en een van de adviezen is ook vooral aan iedereen om zoveel mogelijk, zo lang mogelijk het land groen te houden. Dus zet er altijd een gewas op. En dat betekent dat je, als je een plant op een bepaalde manier laat groeien, dat die weinig planten, dat die weinig stof uit de bodem moet opnemen, dan zijn de wortelstelsels ook heel bescheiden. Dat is bijvoorbeeld met hele hoge gift- en kunstmest kun je heel makkelijk snel een gewas laten telen, maar dan gebruikt hij dus eigenlijk heel weinig uit de bodem. Dus hoeft hij ook niet zo'n uitgebreid wortelstelsel te maken. Allemaal dingen die een oorzaak kunnen zijn voor een slechte bodemstructuur. Nou, wat er verder nog iets, wat ook zeker in de landbouw een probleem is, nou, dat gaat over de hoge ziektedruk. Er zijn heel veel beschadigde en zieke plantenwortels. Dan gaat je gewas gaat slecht ontwikkelen, dan krijg je uiteraard vaak groot probleem, verminderde opbrengst, ook de kwaliteit van je gewas. Er zijn echt, nou, daar wordt van alles aan gedaan natuurlijk. Je probeert, nou, met veredeling wordt er geprobeerd om resistentie te selecteren. Je hebt door de strikte monocultures heb je ook veel meer kans op hoge ziektedruk. Plus de risico's zijn veel groter, want op het moment dat je in je hele grote gebied met allemaal met 1 monocultuur, als er daar iets in gebeurt, ja, dan heb je de hele boel, is de hele opbrengst is naar de hasjewijnen. En als je dus op andere mengteelten of iets dergelijks, heb je veel minder risico. Het komt ook doordat er machines niet goed schoongemaakt worden, want dat is echt zo. Dat zijn zeker met loonwerkers die het heel druk hebben in hun hart en heel snel dingen moeten doen, kan dat soort zaken ook nog wel eens verkeerd gaan. En dat betekent ook dat je, als de bodem niet zo op orde is, heb je ook weinig bacteriële variatie. Dus heb je ook slechte pathogene onderdrukking. En doordat de plant niet zo goed kan infiltreren, heeft die plant ook stress. Klinkt een beetje vreemd, maar door plantstress kan die ook moeilijker groeien. Dat is toch een bekend verschijnsel. Dat zijn de ziektes. En dan eigenlijk, om het even bij elkaar te harken, is het ook nog zo dat in Europa 85% van het agrarisch land wordt gebruikt voor productie van veevoer. Dus dat betekent dat er niet zo heel veel meer overblijft voor de productie van menselijk voedsel. Dat is gewoon een gegeven. De bedreigingen die ik al noemde van niet onbelangrijk, die chemische bestrijdingsmiddelen, nogmaals, dat is al veel minder dan een aantal jaar geleden, maar er wordt nog steeds flink gebruikt. De discussie over glyfosaat zullen we hier niet voeren, maar er gebeurt natuurlijk nog van alles. Discussie over de kunstmest, de hoge giftes kunstmest, drijfmest, veel te hoge giften. Nou, er zijn allerlei
zaken die die bodem en de intensieve landbouw met elkaar te maken hebben. En mijn conclusie, en die is niet, dat zal niet een vreemde conclusie zijn, is dat intensieve landbouw en een gezonde bodem, die gaan eigenlijk niet samen. Dat is toch een ding waar we op dit ogenblik met de huidige stand de dingen rekening mee moeten houden. Dat betekent, en ik zou het hebben over gezonde bodem, dat het dus eigenlijk is er een bodem, zogenaamde bodemparadox. Wim van der Putten heeft er recent iets over geschreven. Die is bodemecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek. En die schrijft, dit is ook zoals het in Nederland of in de wereld ook gevoeld wordt. Het gaat hartstikke goed met onze bodems, want we halen enorme landbouwkundige opbrengsten. Dus het gaat prima. Als je daar anders naar kijkt, gaat het helemaal niet goed. Want als je kijkt naar de neveneffecten op natuur, milieu en klimaat, gaat het helemaal niet goed. Dus in die zin is er, als je discussieert over wat een gezonde bodem is, is het misschien goed om dit in je achterhoofd te houden, dat hier dus duidelijk een soort, ja, toch echt een tegenspraak is. En het hangt van je perspectief af, hoe je naar die bodem kijkt, wat je ook de kwaliteit van die bodem vindt. Even kijken. Dan zijn er dus inmiddels, het is ook zo dat er heel veel gebeurt op het gebied van het behoud of het verbeteren van bodemkwaliteit. Stap 1, het behoud van die bodemkwaliteit, dat is al een hele mooie stap, want zoals ik al concludeerde net, intensieve landbouw zoals die nu gangbaar is, is eigenlijk, is het niet vol te houden, is die bodem holt achteruit. Dus wil je hem al op gelijke kwaliteit houden, dan doe je het al heel goed. Wil je die bodem verbeteren? Nou, dat is echt top. Er worden heel veel dingen gedaan. En nogmaals, het aantal mensen dat ermee bezig is echt immens. Het aantal hectares en het aantal hoeveelheid koeien is nog weer een heel ander verhaal. Maar er is echt veel initiatief om dingen anders te doen. Nou, wat zijn dan zaken die je zou kunnen doen? Die staan hier een beetje in. Ik heb er nog wat plaatjes bij. Nou, als eerste is natuurlijk weidegang, die niet verplichte weidegang, maar weidegang omdat je dat zelf belangrijk vindt. Omdat niet alleen omdat die koeien dat prettig vinden, maar ook het is veel beter voor de bodem. Ik heb voor de fun nog maar eventjes een fly meegebracht, een foto van een fly van een hooglander. Want dat Stichting Taurus, waar ik tussen aanleiding toezichthouder van ben, dat gaat hier over de kudde hooglanders, die drie kuddes hooglanders die hier bij tussen Lent en Oosterhout lopen. En daar mag ik toezicht op houden. En daar zie je van die prachtige, mooie vlaaien waar dan allerlei organismen op zitten. En die zo prachtig na een aantal weken opgenomen worden in de bodem. Nou, dat is een belangrijk ding. Wat ook heel belangrijk en Miel, ja. Daar stipt Arianne net al mooi aan. Want we hadden het al kort over Taurus. Misschien is dit een mooi moment om daar iets... Arianne, wil jij je camera delen en je geluid om daar een vraag over te stellen? Ja, ik heb nu volgens mij. Ja. Ja. Is het gelukt? Ja. Oh ja, ik zie mezelf dan weer niet, dus dat is dan ook heel raar. Maar ja, ik weet dat jij toezichthouder bent bij Taurus, daarom is het leuk dat je dat even vertelt. Is in jouw ogen ook bewijding is dus ook heel goed voor de bodem? Is dat ook een van de redenen waarom Stichting Taurus bestaat, zeg maar? Nee, in principe is Taurus is eigenlijk, die doen allemaal natuurbeheer. Dat zijn eigenlijk werknemers die voor staatsbosbeheer en dergelijke de natuur, het kaalgrazen en andere dingen dan alleen maar gras. Dat betekent dat ze zorgen ervoor dat daar niet alleen allemaal berkenbomen en wilgen en dergelijke gaan groeien. Want ze houden dus het landschap open. Dus dat is eigenlijk hun belangrijkste rol. En daarbij komt natuurlijk dat het mooi is dat ze het bemesten. Maar dat is niet een hoofddoel, zeker niet. Ja, is het... Ja, dank je. Goed, oké. Okay. Dan ga ik weer verder. Dat was de hooglander. En nou, verder is dus van belang die wat historisch altijd heel gewoon was, is namelijk dat je die stalmest, vaste stalmest, dat die bovengronds uitgereden werd. Het grappige is, als jullie buiten komen, de stalmest,
Ga er aan ruiken. Je ruikt er bijna niks van. Als je een mooie, als die uitgereden wordt bovengronds, daar ruik je niks. Dat is bijzonder goed voor de bodem. En dat is in vergelijking met drijfmest die uit de kelders komt, waar heel veel ammoniak in zit. Dat ruik je, dat stinkt. Dat is echt. En dat is ook die bodem, dat is toch ook wel bekend. Die bodem krijgt daar flinke stress van. Want het wordt nu geïnjecteerd. Dat betekent dat het bodemleven in de bovenste 10 centimeter daar een enorme optater van krijgt. En je mag ook zeggen dat het idee wat een aantal jaren geleden door de overheid bedacht is om tegen de geuroverlast dat bovengronds uitrijden van drijfmest, dat de geuroverlast is wel minder, maar het is wel erg slecht voor het bodemleven. Dus het is een maatregel die eigenlijk tegenwerkt als je bekijkt vanuit de bodem. Het is wel fijn dat het minder stinkt, dat moet ik ook zeggen. Even kijken, ik ben even iets vergeten, wat er ook van belang, ik laat hem even staan. Bij die veehouderij is natuurlijk heel belangrijk, die weidegang, minder chemische middelen gebruiken, ik bedoel niet naar dat gras wat na een aantal jaren opnieuw wordt ingezaaid en dan daarvoor wordt platgespoten met glyfosaat, dat soort dingen, het scheuren van gras. Het gebruik van heel veel gebruik van mais en heel veel kunstmest om die mais te laten groeien en het Engels raaigas. Het zijn allemaal dingen die niet echt goed zijn voor de bodem. En daar zijn dus veel betere vaste mest, kruidenrijk grasland en een ander ding. En dat is wel een heel groot ding. Eigenlijk zou je misschien wel moeten naar minder of geen geïmporteerd veevoer. En dan komen we meteen in een hele zware discussie over het aantal. Hoeveelheid vee in Nederland, maar daar ga ik verder niks over zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat ook de minister nu gezegd heeft dat we iets met kringlooplandbouw moeten doen. Dat betekent dat je moet koeien, je zou kunnen koeien kunnen houden waar je zelf het voedsel voor maakt. Dus dat veevoer, als je dat op je eigen terrein of binnen een aantal kilometers voor elkaar krijgt, dan hebben we al die geïmporteerde soja niet meer nodig. En volgens mij is dat is de bodem daar ook bijzonder blij mee. Wat verder om die in de akkerbouw wordt ook ontzettend veel gedaan. Echt, er zijn van heel kleine dingen tot hele grote dingen. De vruchtwisselingen en rotatie is traditioneel al heel bekend. Dat wordt sowieso in de gangbare landbouw uiteraard vaak ook gedaan. Maar wat er nu ook steeds meer gebeurt is dat je meng of stroken teelt. Meng teelt is dat je dus dingen door elkaar zet. Ik hoop dat ik ook een plaatje bij heb. Oh, dit is de stroken teelt, waarbij je de stroken van verschillende gewassen naast elkaar legt. Dat heeft ondergrond in de bodem heeft dat heel veel voordelen. Dat micro-organismen die kunnen bij de buren kunnen die stoffen halen. Die kunnen nematoden gaan eten. Bovengrond kunnen insecten kunnen op een ander was een plaag bestrijden. Er zijn heel veel voordelen aan. En als je dit wordt nu grootschalig in de Flevopolder wordt dat uitgetest, waardoor dat je dus ook gemechaniseerd en dergelijke, kun je dat soort dingen ook doen. Dus dat betekent dat je dit ook behoorlijk grootschalig kan aanpakken zonder dat je de essentie van die stroopteelt kwijtraakt. Nou, dat betekent dus dat je heel efficiënt gebruik maakt van voeding en water. En er is dus samenwerking, zowel bovengronds als ondergronds. Een ander ding wat ook van belang is, is dat er, die groenbemester is ook van belang. In de tijd dat er niet je gedeelde gewas, dat zet je dan een ander gewas op. En dat moet je dan ook vooral gemengd doen. Er zijn belangrijke plantjes die stikstof binden. Zo zijn er allerlei voordelen. Wat verder nog, dit zijn hele bekende dingen die de slootkanten beheren of akkerranden waar bloemen ingezaaid worden. Die zijn ook sowieso. Voor het landschap is het alweer voor het oog voor ons. Dit is natuurlijk een eenzijdig ding, maar dat is voor ons interessant. Maar de biodiversiteit, insecten en dergelijke, die ook weer van belang kunnen zijn om het geteelde gewas daarnaast, om daar de mijten te gaan eten en dergelijke. Dus wat dat betreft heeft het allemaal, zijn daar heel veel voordelen bij. Ik had verder nog genoemd, dit was die plaagbestrijding. Ja, die zweefvlieg, die kan 1000 bladluizen per dag eten. Dus als je een gewas hebt met bladluizen daarnaast, dan snap je wel dat je. Dan zou het kunnen dat je minder gewasbestrijdingsmiddelen nodig hebt. Ik noem het nog steeds bestrijdingsmiddelen, maar
in de boerenwereld moet ik toch zeggen gewasbeschermingsmiddelen. Maar ik blijf bij bestrijdingsmiddelen. Nou, ik zou nog een suggestie doen van verbeter de wereld. Dat is eigenlijk heel simpel, want dat is toch begin bij jezelf. Straks vroeg, ik weet niet meer wie, maar vroeg over van tevoren van wat is nou het eerste waar je mee zou kunnen beginnen? Nou, dat zijn hele kleine dingen. Korte ketens kopen bij de boer of de landwinkel of iets dergelijks. Biologisch voedsel kopen is ook van belang. Er is ook wel weer discussie over natuurlijk, want er zijn altijd groeperingen die vinden dat niet allemaal klopt en die gaan het allemaal uitrekenen. En ik denk dat je zonder het gebruik van pesticiden, zonder het gebruik van kunstmest en of we de wereld kunnen voeden, nou daar moeten de geleerden nog maar eens verder over discussiëren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat een aanzienlijk deel biologisch voedsel, dat goed is voor de bodem en goed voor de wereld. Wat verder belangrijk, van heel gemakkelijk, minder of geen vlees eten. Ik denk dat de doelgroep waar ik tegen spreek, die ik helaas niet kan zien, maar ik ben bang dat we in de hoogopgeleide witte Nederlanders zitten. En ik denk dat daar het idee over minder of geen vlees al wat meer te zien is. En wat wel wonderlijk is, is dat de vleesconsumptie na een aantal jaren stabilisatie is er zelfs afgelopen jaar meer vlees gegeten. En dan zeggen ze dat het komt door de restaurants. Maar daar zitten gewoon ook bij zitten mensen te eten. Dus in die zin gaat het wel over onze consumptie. Zelf gaan boeren. Er zijn vele mensen met volkstuinen. Ik zie hier het park Lingenzegen. Is hier recent een heel groot stuk. Is één grote feestelijke volkstuin geworden. Prachtig. Ik weet dat er lange wachttijden zijn. Herenboeren is ook zo'n prachtig initiatief. En voor de mensen thuis, klein groen om het huis is ontzettend belangrijk. Is ook belangrijk voor klimaat. Weg met die stenen van je, hou wel een terras over, maar die hele tuinen vol met stenen. Slecht voor de hittestress en dergelijke. Koppel je hemelwater af. Veel mensen die in Lent wonen, wordt dat al door de gemeente gedaan. Maar dat zijn zaken die allemaal kunnen helpen voor, nogmaals, voor het behoud van onze bodem. Hè. Dat is in eerste instantie is dat mijn perspectief. En dat heeft uitwerking naar de rest van de wereld. En dat laatste over die composthopen die in de achtertuin en dergelijke, daar wil ik nog het volgende over zeggen, want daar heb ik nog een plaatje bij. Een van mijn andere activiteiten is dat ik secretaris ben van de Ecologische Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana. En we hebben de afgelopen jaren daar biologische landbouw, wat eigenlijk daar heel gewoon is, want het kopen van pesticiden en dergelijke en genetisch gemodificeerd zaad is veel te duur. Dus bijna altijd wordt er biologisch geteeld. En we hebben de kennis van het maken van compost gebracht en wordt nu verspreid in een farmer-to-farmer traject. En dit is de trotse mevrouw Cecilia, die een hele grote compostpit heeft gemaakt. En er is een student in Wageningen, heeft daar 2 jaar geleden onderzoek gedaan. En de opbrengst van simpelweg de compost die ze nu gemaakt hebben, die ongeveer na 3 maanden die ze weer op het land gegooid hebben, is meer dan verdubbeld. De opbrengst is meer dan verdubbeld. Dus met het maken van compost is alweer een stapje verder in voedselzekerheid in Ghana, in het noorden van Ghana. Dus het zijn kleine dingen die op sommige plekken grote impact kunnen hebben. En laat duidelijk zijn, het maken van compost kost daar niets. Dus dat is heel gemakkelijk te doen. En als je het laat organiseren door vrouwen, komt dat prima voor elkaar. Nou, ik wil nog afsluiten met van, ik vind het hartstikke mooi dat de Herenboeren nu in Nijmegen ook geland is. Ik vind het een prachtig initiatief en ik hoop daar straks ook mijn bijdrage aan te kunnen leveren. En ik was ook zeer vereerd dat ik nu wat mocht vertellen aan jullie. En wie weet zijn er nu vragen. Nou, de eer was sowieso aan ons, Emiel. Mooi verhaal ook. Ik denk dat er een mooie de start van het hele herenboer ook is, dat de bodem gewoon goed moet zijn. Dus er zijn wel een paar vragen nog die uit het publiek komen. Barbara had een vraag. Ik weet niet of ze inmiddels al bij het toetsenbord kan. Ja hoor, ik ben weer terug. Ik laat mijn camera heel even uit, maar ik wil je in ieder geval bedanken voor deze ontzettend interessante presentatie. Dankjewel, Emiel. Graag gedaan. Hoop dat het niet te veel was.
Nee, het was erg interessant. Dus een van de vragen die ik had, stel nou dat je een soort van doodland treft, als het ware. Gewoon een land wat helemaal platgespoten is en dergelijke. Mm-hmm. En je gaat dat zeg maar opnieuw bewerken, dus je zaaitgroen bemesters of doet dan mulching of dat soort zaken. Komt dan dat bodemleven automatisch terug? Of moet je daar wat extra's voor doen? Nou, ik denk helemaal vanzelf gaan die dingen niet. Ik weet toevallig een voorbeeld waar we een project mee gedaan hebben, was met een laanbomenkweker. Die zei, mijn bodem is zo dood als ik weet niet wat. Dat kwam vooral omdat die laanbomen die worden geoogst met een hele grote, met een enorme bol grond eronder. En dan halen ze dus heel veel grond weg en dan rijden enorme machines. Want ze hebben ze nu een hele grote bomen. Kosten sommige €20.000 heb ik gehoord. En die rijden ze mee naar Zuid-Frankrijk. Maar goed, die bodem, dat hebben ze geprobeerd met hennep en dergelijke. Dus met dingen erop te zetten. Het wordt wel iets beter, maar dat is wel een lang traject. Dus als je toch dingen met compost, er toch wel wat hulp moet bieden aan die bodem om aan de gang te raken. Maar bedoel je daarmee dat je dan bij wijze van spreken bodemorganismen van elders? Nou, dat is... Gewoon... Dat is wel interessant. Dat wordt natuurlijk veel. Kijk, als je mest of iets dergelijks van een andere plek haalt, bedoel, daar zitten allerlei bodemorganismen in. Dus als je het bemest, niet met drijfmest, maar als je met stalmest, met vaste mest, dan zitten daar al allerlei organismen in. En je staat versteld van waar regenwormen en dergelijke, waar die vandaan komen. Maar ook regenwormen, als je een heel dicht gereden kleipakket hebt, ja, daar hebben die regenwormen, die zijn daar ook niet zomaar, boren die daar een gat in. Dus je moet de omstandigheden, zou je dus wel zoveel mogelijk enigszins moeten verbeteren. En natuurlijk zijn de ideeën over het enten, tussen aanhalingstekens enten, goede bodem daar misschien wel in mengen en dan kijken wat er nou gebeurt. Dat zijn wel ideeën. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Okay, bedankt Barbara voor de vraag ook. Misschien nog een vraag vanuit Ingrid. De verticale landbouw, die is ook in. Ingrid, wil jij hem zelf stellen? Ja, dat is goed. Ja, Emiel, dank voor je inhoudelijke lezing. Op sommige terreinen ook best wel veel, zeg maar, om dat zo te bevatten. Maar wel heel interessant, want we hebben het over de basis, denk ik, van goede landbouw. Maar mijn vraag, Jort, tegenwoordig zie je wel eens in tegenlicht en ander soort programma's over verticale landbouw. En dat heel erg hip is en dat de gewassen dan ook zeg maar alleen op water groeien en niet in de bodem. Maar jij vertelt dan dat die wortels eigenlijk in de bodem met elkaar communiceren en met de stoffen die in de bodem zitten. Nou, dat mis je dan. Dus wat betekent die manier van landbouw bedrijven voor de gewassen? En wat betekent het voor de voedingswaarde van de gewassen? Kun je daar iets over zeggen? Nou, het zal je niet verbazen dat daar uiteraard de zaak veel discussie over is. Want die verticale landbouw, inderdaad, wordt op substraat, worden die dingen gedaan in een gecontroleerde omgeving. En de uitgangspunten is dat ze heel erg kijken naar welke nutriënten moeten erin zitten. Dan zorgen we dat die in het substraat of in het water zit en dan komt het wel goed. Toch is het zo, wat ik al zei, er is veel discussie. Ook met mensen die daar onderzoek aan doen. De kwaliteit van de bodem bepaalt toch ook wel de kwaliteit van het geteelde gewas. En de inhoudstoffen in het geteelde gewas hebben iets te maken met de bodem. Als voorbeeld, langere tijd geleden hebben we onderzoek samen met RIVM gedaan en Louis Bolk over de inhoudstoffen. En nou, het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld het ijzergehalte in spinazie dat in de afgelopen 30 jaar ongeveer gehalveerd is. De vraag was toen, komt dat nou door de kwaliteit van de bodem? Nee, dat komt grotendeels waarschijnlijk door veredeling. Maar het punt is, in een gecontroleerde omgeving, in die verticale, op substraat, dus niet in de volle grond, kun je heel veel organiseren. En toch is er blijkbaar in de volle grond, zijn er dingen die gebeuren. De plant spreekt via die exudaten met het bodemorganisme en die maken micronutriënten aan die blijkbaar toch in die verticale landbouw niet te controleren of niet te geven zijn. Of die plant, die neemt ze niet op. Daar heeft het in ieder geval alle schijn van. Ja,
En een voorbeeld daarvan is dat je, ik weet niet, als je de laatste, je kan nergens meer in Nederland volle gronds aardbeien kopen. Als je volle gronds aardbeien vergelijkt met alle aardbeien die aangeboden worden op, dat zijn allemaal op substraat. En die buiten gestaan hebben en die in de kast, dat is ook een heel verschil, maar die buiten gestaan hebben, smaken duidelijk anders. Je hebt een andere smaak dan de volle gronds. En er is dus blijkbaar toch iets wat er met die wortels en de stoffen opnemen en de samenwerking met de mycorrhiza en de protozoa, die dus iets doen met die wortel, waardoor die nutriënten, micronutriënten, toch bij die plant binnenkomen. En dat is dus toch anders. En of de voedingswaarde anders is, daar durf ik niks over te zeggen. Maar ik weet dat er veel gediscussieerd wordt, vooral ook over, niet alleen over de smaak, maar ook over die micronutriënten, in hoeverre die dan in dat geteelde gewas zitten. Ja, oké. Okay, ja. Ik vind dat soms, weet je, je ziet dan wel eens dat soort items in programma's en dan denk je, wauw, wat een mooie ontwikkeling. Maar ja, ik vind, nou ja, ik heb daar dan ook weer mijn twijfels bij. En wat ook laatst inderdaad op tv was te zien, wat jij ook vertelt, dat communiceren van die wortels en die stoffen eruit halen, dat het plant ook heel sterk maakt. Want die moet daar ook iets voor doen, zeg maar. Ja. Dus ja, oké. Okay. Dankjewel voor je toelichting. Ja. En dan even als aanvulling. Het kan best heel belangrijk zijn, die verticale en het telen op substraat. Ik bedoel, nogmaals, om de hele wereld te voeden, moeten we heel veel uit de kast halen. En in die zin is het misschien heel goed om die dingen ook te doen. Maar het wil niet zeggen dat we alles die kant op moeten sturen, zeker niet. En we moeten zeker op allerlei plaatsen in de wereld gewoon terug naar de, of nee, we moeten blijven staan op de kleinschalige landbouw. Wat ik zelf voorbeeld geef in noorden van Ghana. Ik bedoel, daar moeten we geen grootschalig met pesticiden en kunstmest georganiseerde landbouw. Nee, doe het op een manier dat die bodem in de, ik noem het dan zelf, aardevriendelijk landgebruik. Dus dat betekent dat we dat de komende jaren nog kunnen doen. Maar die andere dingen moet je zeker niet vergeten. Al die technologie, prima. Oké, ja, dank. Dan heb ik nog een vraag van Arianne. In aanvulling op de dingen die we zelf kunnen doen. Arianne, zou jij je scherm en... ja, er is er weer. Inderdaad, net noemde je wat we zelf kunnen doen. En nu vroeg ik me af wat wij met onze gemeenschappelijke herenboerderij zouden kunnen doen. Wat zijn zeg maar de must-do's om die bodem goed te maken of houden? We weten nog niet waar we terechtkomen, wat voor soort aarde. Maar toch, misschien zijn er algemene zaken die we zeker moeten gaan doen als herenboeren. Ja, algemeen, ik denk dat het belangrijkste is dat we een boerin en een boer vinden die met uitgangspunten van de coöperatie die daarmee aan de slag willen. Dus dat betekent dat het niet iemand moet zijn die op een gangbare manier en grootschalig die zo'n boerderij wil gaan runnen. Want dat staat natuurlijk haaks op het idee. Ik denk dat de boerderij ook een educatief karakter moet hebben. Ik denk dat het open moet. Het moet een boer zijn die tegen discussie kan. Die moet ook, want er zullen ongetwijfeld die 150 leden zullen allemaal, de helft zal een mening hebben. Dus het is zo afhankelijk van de plek ook waar je terechtkomt. En in een algemene zin, ja, je kan niet zeggen waar te beginnen. Ik bedoel, de kwaliteit van de bodem. Er zijn gewoon hele goede bodems waar je nu fluitend mee kan beginnen. En er zijn hele slechte bodems, bijna dode bodems waar je... Maar dat is, nogmaals, de goede bodem, het is weer, waar is het voor? Als je stukken hebt die niet zo mooi zijn en die kun je met agroforest, die wil je gaan je bomen planten, bedoel, prima. Er kunnen misschien fruitbomen staan. Er kunnen andere, dus nogmaals, het hele... Je kan er moeilijk iets generieks over zeggen, maar ik kan alleen zeggen, doe de dingen die passen Bij de plek en de kwaliteit van het land. Oké, okay, dankjewel. En zijn er dan dus ook nog plekken die we sowieso moeten uitsluiten, omdat de bodem nergens voor geschikt is? Of? Nou, ik neem aan dat als jullie een boerderij gaan aanwijzen, dat je daar een
een fatsoenlijk bodemonderzoek laat doen. En dan stel ik, dan zou ik wel voorstellen om niet het standaard pakket van Eurofins te nemen, maar ik zou dan een uitgebreid pakket nemen waarbij je ook inderdaad de bodembiologie enigszins in beeld hebt, zodat je ook weet de kwaliteit van je bodem. En ik denk dat het voor een ondernemer van groot belang is als die, en nogmaals, startpunt, zeg precies, maar. Ja. Het is ontzettend belangrijk of daar of op, ergens op het gebied, of daar al 15 jaar grasland ligt wat met drijfmest bemest is, of dat er, mais gestaan heeft, of dat ze inderdaad rotatie hebben en dat er akkerbouw geweest is. Dus dat is zo afhankelijk van de kwaliteit. Oké, dank je. Oké, er kwam nog een vraag binnen van Emmy. Ze gaat proberen of de microfoon het doet, maar dan neemt ze zo meteen het podium. Mocht het niet lukken, dan zal ik het. Ik kan het even los hoor. Kunnen jullie me horen? Ja. Oké. Stop even. Oké. Ja, ik heb een vraag. Wij hebben sinds afgelopen winter een flinke kavel, een bouwkavel. We zijn een huis aan het bouwen. Mm-hmm. En het is voormalige biologische landbouwgrond, maar de grond is behoorlijk dichtgereden door zware landbouwmachines. En nu hebben we een oude oldtimer diesel-eg. En voor de stukken waar we in ieder geval een stuk moestuin wilden gaan doen in Sprokenveld, hebben we toch daarmee los kunnen krijgen. En ik vraag me af, hoe erg is dat? We gaan het niet elk jaar doen, maar op deze manier vonden we wel, zonder het met de hand met de hak te doen, vonden we wel zaaien en uitplanten. Wat doen we dan met het bodemleven als we dat heel af en toe doen? Nou, volgens mij, een van de dingen is dat het ploegen. Ploegen is een van de dingen die eigenlijk zo min mogelijk moet doen. Maar als je uit het vertrekpunt is waar jij het over hebt, ja, is het nogal belangrijk om daar wat lucht en wat structuur in te krijgen. Is natuurlijk heel belangrijk om het open te maken. Maar op het moment dat je daar gaat telen, dan is toch het idee wat beter is voor de bodem, is het om het niet om er verder geen zo min mogelijk grondbewerking aan in te doen. Dus laat die dan vooral ook met rust. En in de winter zetten dingen, gewassen op die de winter doorkomen, die ook goed zijn voor de bodem. Maar ik snap vanuit een keihard, ik ken het hier zelf uit de achtertuin, dat is, je hebt een laag rivierklei wat bijna zo hard is als beton, dat klopt. Ja, dat is hier ook het geval. Dus. Maar ja, bedankt. Oké, leuke inhoudelijke vraag. Op dit moment zijn er geen vragen meer binnengekomen. Ik weet niet. Oh, wacht. Ingrid heeft nog een vraag. Goeie vraag. Ben ik nog een keer. Als jij nou Carola Schouten advies zou mogen geven om nu eens echt de koe bij de horens te vatten en door te pakken, wat zou je dan haar adviseren om liever vandaag nog dan morgen aan te gaan pakken of te gaan doen? Het is gevaarlijk. Ik werk niet meer bij de overheid, dus ik kan nu wat makkelijker vrij uitspreken. Dat is wel een voordeel. Richting bepalen, luisteren naar het rapport wat, weet je ook weer, van de Remkes, wat Remkes geschreven heeft, daar staat het volgens mij heel luid en duidelijk in. En eigenlijk zou ik nog grotere stappen willen maken van stop, als we beginnen met de import van soja uit verre landen, als we daarmee beginnen, dan is dat een keiharde dwang om kringlooplandbouw hier wat meer vlot te trekken, dan is er alleen noodzaak. En nogmaals, er zijn echt heel veel boeren die het graag anders willen. Er zijn heel veel boeren die zitten met de financiële strop om hun nek. Er zijn allerlei, ik heb heel veel begrip voor boeren die gewoon geen kant op kunnen en die denken, ik ga nog maar door, want ik weet niet waar ik moet beginnen. Ieder bedrijf is anders, maar als je Carola Schouten zet helder op de kaart van waar we heen willen. Hoeveel grond willen wij beschikbaar hebben voor het verbouwen van veevoer? Hoeveel grond willen we gebruiken voor akkerbouw? Wat is er nodig voor woningbouw nu? Dus de strijd om het landgebruik en om het land is nu, gaat nu in alle hevigheid zelf die losbarsten. En daar moet
nationale regie opkomen. En op het ogenblik moeten we in landbouw moet je al concurreren met zonneparken en zonnevelden. Ik bedoel, goede landbouwgrond gebruiken om zonnepanelen op te leggen. Ja, het is in mijn optiek een beetje achteruit organiseren. Ja. Dus daar zou... En het neerleggen van het visie, maar daadwerkelijk een activiteitenplan aanhangen. En daar zit dus toch een beetje dwang achter. Want al dat vrijblijvende van het... We wachten wel tot de mensen zelf daarmee komen. Of we gaan boeren uitkopen als ze dat vrijwillig... ja, op sommige dingen moet je toch een beetje gaan duwen. Wil een stap voorwaarts gezet worden. En waardoor gebeurt dat telkens niet? Ja, ze hebben natuurlijk allerlei boeren op de stoep staan, maar en lobby heb je. En wat denk jij dat het zo tegenhoudt? Verlies van stemmen? Ik denk dat de belangrijkste, de boeren houden het niet tegen. Er zijn heel veel boeren die absoluut anders willen. Maar alle organisaties eromheen, al die landbouwadviseurs, al die transportbedrijven, al die bedrijven die eromheen hangen, die hebben een hele sterke landbouwlobby. En die hebben eigenlijk alleen maar baat bij het zo lang mogelijk houden zoals het is. En die hebben zo'n belangrijke obstakelmacht. En ik heb zelf gezien dat obstakelmacht doorwerkt tot in de ambtenarij. En die weten dus ook op niveau van het ministerie zitten ambtenaren die houden dingen tegen. Die houden zelfs... Nou, dat is niet inmiddels ook bekend. Die houden informatie achter richting een minister. Of een staatssecretaris is helemaal niet raar, blijkbaar. Nou, dat heb ik ook gezien bij LNV en dergelijke. Dus ik heb het idee dat deze minister heel veel goede ideeën heeft. Een kant op wil die heel erg positief is. Maar dat ze ook gekneveld en gemangeld wordt door allerlei lobby's en door allerlei obstakelmachten. Ja, is voor mij een nieuw woord, obstakelmacht. Ik heb er wel gelijk een beeld bij, maar... Obstructiemacht is eigenlijk een beter woord. Ja, oké. Ja, zo gaat het helaas, zonde. Ja, ja. Ja, ja. Maar dank voor dit inkijkje ook. Ja. Oké, zijn er verder nog vragen uit het publiek? Hoeveel zijn er eigenlijk? Hoeveel zijn er ingeschakeld? Want ik ben wel benieuwd. We hebben steeds op een mannetje 23 gezeten. Dus een leuke aftrap. Ja. Oké. Okay. Ook meteen het verzoek om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Dus laten we hopen dat we die redelijk snel kunnen plannen. Als er verder geen vragen zijn, Emiel, wil ik jou in ieder geval ontzettend bedanken voor je verhaal en voor de vuurdoop. In ieder geval heel erg bedankt. Ik kijk in ieder geval heel anders aan naar de bodem, na het horen van dit verhaal. Deze kennis nemen we in ieder geval mee. Ben ik blij dat je bij ons in de achterban zit, zeg maar. Goed om te beseffen dat de bodem ook dat de basis is in ieder geval voor alles. Volgende maand hebben we op donderdag 17 december Hans de Kroon in onze winterschool. Onderwerp die avond is biodiversiteit. Dus dan gaat het weer een ander onderwerp deze keer. Alle informatie over die tweede winterschool, die zullen we gewoon terzijde tijd via onze gebruikerskanalen delen. Dus houd onze kanalen in de gaten. Deze uitzending zullen we ook nog delen met de rest. Dus in ieder geval iedereen heel erg bedankt voor het kijken, maar ook voor het stellen van de vragen. Want het bracht gewoon een leuke dynamiek. Dus bedankt en hopelijk tot snel. Ja. Doei. Dankjewel. Doei. Tot de volgende keer.